het punt is, gaat er niet om wat je doet, maar als je maar denkt aan de medemens op het moment dat het nodig is. Wat jullie gedaan hebben met de fotograaf, met de drukker en met de mensen die van jullie houden, is zorgen dat mensen aandacht hebben voor de KWF, voor mensen die geconfronteerd worden met kanker en die eventueel de zorg hebben om iets te willen doen en ze weten soms niet wat ze doen of kunnen doen. Ik hoop dat iedereen in Roosdal begrijpt dat die kalender mooi moet zijn, want dat heb ik gezien namelijk. Jullie kunnen ook nog één ding doen, buik intrekken, ik kan dat niet meer dus. Voor mij is dat niet meer mogelijk. Maar nou over de Mont Ventoux. Het is een ongelooflijk zware berg. Maar, heel gemakkelijk te beklimmen. Want alles waar je goed over denkt, en als je conditie hebt en je hebt het overwogen en je hebt het helemaal geestelijk in orde boven en je weet dat je erop moet, dan kun je met conditie, kun je al meer dan de helft sowieso al beklimmen. Het doorzettingsvermogen en nog een kwart en met de wil om voor de KWF iets te doen, het laatste eindje. Dus als iedere trap die jullie doen in de laatste kilometers, moet je denken, het is voor de medemens. En dan kom je er vanzelf natuurlijk. Veel belangrijker is om te begrijpen, wat ik straks zei daar bij die mensen. Het is niet moeilijk als je weet dat het moeilijk is. Mensen worden dan vaak door adrenaline opgestuurd om dingen te doen die ze net niet kunnen. Men gaat ervan uit dat het zo moeilijk is dat je altijd met verstand moet blijven fietsen. En iedere trap proberen de adem die je nodig hebt te sparen voor de laatste meters. Dus niks meer doen dan dat je moet doen. Bovenkomen. Training heb ik begrepen, is het er wel goed in? En voor de verder is, nou ja, de Mont Ventoux, 67, is Simpson overleden. Maar niet omdat het berg zo moeilijk was, maar omdat er zon, wijn, beetje doping, alles bij elkaar in die jaren was dat een soort drama wat zich afspeelde, omdat alle dingen op die dag bij elkaar kwamen. Want Simpson was gewoon een normale, gezonde, schitterende, goede sportman. Maar als drama's gebeuren, is het meestal samenloop van omstandigheden. Jullie hebben een mooie kalender laten drukken bij een goede vriend van ons, van onze familie. Volgens mij is dat een familie die ook iedereen kent, Del Bresine. En applaus. Ook een applaus natuurlijk voor al die mensen die meegesponsord hebben en meegeregisseerd hebben. Ik zie die fotograaf. Ik hoop dat die fotograaf ook voor het goede doel gewerkt heeft. Compliment. Dan, van de week kwam iemand binnen bij mij en die zegt hij, ik weet niet wat je kunt, maar als je kunt, kom je dan. Ik zeg, heb ik jou ooit iets kunnen weigeren, Kees? Dus Kees, bedankt dat je geweest bent en bedankt waar je in het verleden gedaan voor de medemens. Kees Kouders. En dan ben ik zeer geïnteresseerd en nieuwsgierig wat ik te zien krijg. Ik heb mijn vrouw meegenomen, dus ik hoef niks te verbergen. Als thuis kom, open. Ah. Super trots dat we het eerste exemplaar aan u mogen uitreiken. En ik hoop dat u er net zo van geniet als wij hebben gedaan in het maken van de kalender. Indrukwekkend. Het moeten allemaal mooie geboren vrouwen zijn, want zo mooi kan een fotograaf je niet maken, dus. Hartstikke bedankt. U en uw vrouw, hartstikke bedankt. We hebben een bloemetje voor u. En uiteraard, geniet van de kalender. En van de bloem. Ja.
Nou, Rini, hartstikke bedankt. Daarnaast willen we een aantal sponsoren.